Het is 8 november 1935. We hebben gezien dat Aljechin gisteren op het nippertje remise heeft gemaakt in de 13e partij. Hele mooie verdedigende prestatie, maar je voelt dat Euwe eraan komt. En in de volgende partij slaat hij toe. De 14e partij is eigenlijk al over voordat hij begonnen is. Want in deze stelling, na 9 zetten, waar wit natuurlijk goed uit de opening is gekomen, maar na een zet als F5 zou gewoon nog volkomen gelijkwaardig, dat wil zeggen zou het nog volkomen in orde zijn. En wat speelt Aljechin? Hij rokeert. Prima zet natuurlijk, als wit niet, zoals in een eerste beste simultaanpartij, door op H7 kon offeren. Met de voor dat niveau dood en doodsimpele pointen, dat als zwart dat neemt, die dan met schaak en lopermog G6 achter elkaar wordt weggespeeld. Onvoorstelbare fout voor een wereldkampioen. Goed gezegd dat Aljechin er nog wel het beste van maakt. De partij duurt in feite nog een hele tijd, maar het voordeel van wit is zo groot en Euwe is zo rustig en zelfverzekerd in het verzilveren van dit voordeel, dat Aljechin geen enkele kans meer krijgt. De stand is gelijk, voor het eerst sinds de tweede partij. De 15e partij wordt gespeeld in Baren, in het Badhotel. De spelers hebben 2 dagen rust gehad en dat is te merken, want ze spelen echt als 2 stieren die op elkaar afvliegen. Enorme energie, spatten van alle kanten af. Probleem is, deze partij is zo ingewikkeld, zo groot, dat ik eigenlijk wel 2 uur nodig zou hebben om daar een beetje de kritieke momenten van bloot te leggen. Dus ik houd voor deze gelegenheid even erbij dat beide partijen kansen missen. Eerst staat Euwe heel goed, daarna Aljechin. Beide partijen missen serieuze kansen op de winst. Ten slotte wordt het na heel zware strijd remise. De 16e partij wordt meteen de dag na de 15e gespeeld in het casino in Den Bosch. En je merkt daaraan dat Euwe voor het eerst in de match een tikkeltje vermoeidheid uitstraalt. Hij speelt een beetje mat, niet met zijn gewone energie. Dit is zo'n moment wat ik bedoel, waarop je kan zien dat Euwe vermoeid is. De stelling is eigenlijk in evenwicht. Zwart staat even een pion voor, maar die kan je gewoon weer hier terugpakken. Euwe speelt met wit. En hij pakt die pion meteen, wat voor de hand ligt, uiteraard. Maar wat een heel vervelend paardzetje toelaat, paard C3. Niet zozeer dat die loper aangevallen staat, vanwege het doorschaak mat, maar paard E2 schaak dreigt. En dat is heel vervelend voor wit, want nu is hij gedwongen om zijn koning op een akelig ver wegveld op te stellen. En zo ging het. Aljechin begon te consolideren met G6. En nu heeft zwart een klein voordeeltje. Vooral omdat hij een heel vervelend sterk paard heeft. En omdat zijn toren natuurlijk agressief staat. Na hele lange strijd met fouten over en weer. Het werd echt nog heel moeilijk. Won Aljechin. Wat u had moeten spelen. En wat helemaal niet zo moeilijk is. Daar hoef je echt geen computer uit de 21ste eeuw voor te zijn. Is eerst even dat paard wegjagen.
Nu kan het paard nog niet naar C3 en als het teruggaat naar F6 bijvoorbeeld, nu kan je gewoon slaan. Die loper is onkwetsbaar, omdat er nog steeds man op de onderste rij dreigt. Dus zwart heeft hier niks beters dan bijvoorbeeld een torenzet te doen. En dan is er gewoon helemaal niks aan de hand. Geen voordeel voor zwart, niets. Dat Uwe dit gemist heeft, is voor mij duidelijk teken dat hij er niet helemaal met zijn volle energie bij was in deze partij. De stand was nu 8,5, 7,5. Aljechin heeft de leiding weer genomen.